Vanavond is bij een schietincident in Buffalo een politieagent om het leven gekomen. 48 jaar oud, in de bloei van zijn leven, kinderen achterlatend. Ook is er een dodelijk vrouwelijk slachtoffer en zijn verschillende mensen bij het incident gewond geraakt, waaronder de verdachte die is aangehouden. Wij kunnen op dit moment nog niet veel meedelen. Vanavond is onmiddellijk de regionale driehoek bijeengekomen. Als beheerder van het regiokorps Groningen betuig ik mijn deelneming. Met in de eerste plaats natuurlijk de nabestaanden. Vrouw, kinderen, verdere familie. Maar zeker ook met de politiecollega's die we net hebben ontmoet. Ook de naaste collega's, ik begrijp, die zijn echt van slag. En ook deelneming met de collega-burgemeester en de inwoners van Winsum. Ons politiekorps rouwt en ik denk dat Groningen rouwt.